Kijk, wij gaan voor een uitreiking en ik heb daar een ereplaats in, dat begrijpt u. Ja, juiste jensen, de Gouden Gurbes. Voor waar binnen die? Het is spannend, de zaal rint vol. Het diepeloftseizoen is voorbij. Het waar ziet net zo mooi, hè? Maar tussen de buien terug komen we wel genieten van al die mooie diepeloftspullen. Nou, wij binnen erbij en we doen een verslag van hoe het hier alle jaar voorin. In deze kaalroute ik farmjouwer Menno Landstra. Hij is nominair voor de Vredeman de Vriesprijs, maar zijn werk voor quote en helden. Klaas Kuiken wennet en werkt in Arnhem. De oude wijnflessen die hij ambachtelijk omvormt tot unieke exemplaren binnen een hit in de wereld van bladen en design. En omtinken van een stuk vergeten historie. De Universiteit van Frenscher moest 200 jaar geleden dwarren sluiten. Frenscher wie toen net meer de nalen van de academische Nederlanden. De Gouden Gurbe van de beste farmjouwing gaat naar Simke. De Harkema maken een voorstelling oor schreeuwster Simke Kloosterman. De Harkema, Simke, daar staat de Gurbe. En ik ben er verschrikkelijk blij mee. Ja. En Gretsk op de hele ploeg. Maar het is die voor de farmjouwing. En dan moet ik even naar Jaap, daar ben je verantwoordelijk voor? Ja, ik heb de farmjouwing dien. Dus ik heb het decor betocht. Natuurlijk, hij is dreig oorlezen, maar Tineke. Ik vind het heel goed, Wermers altijd fout. Beste Wermers, doe altijd in het hokje luisteren sliepen. De Gouden Gurbe. Van de beste haatrol is voor Anne Jongsma. Maar Anne Jongsma is er net, hij moest melken. Ik word een viervoer bij meneer de pastoor wezen. Zijn eerste grote rol van kapelaan Erik Oudekerke in De Skepershoen van Jobbegeer had hem een Gouden Gurbe opsmitten. De Sanium de extra Gouden Gurbe is voor Bohemia Jork. En die prijs is voor de muziek. En het is mooi voor Jorrit. Want de kritiek weer dat die muziek juist de volle plak innam. Ik denk van hier een fout die je maken hebben, zijn ze. Je moet het gewoon een rockopera nemen, maat. Hier de meesten er heel oors in gaan. Daar komt het vreed, waar we de Vredeman de Vries prijzen voor farmjouwing uitreikt. Dit jaar wien er 86 insturings en daarvan heeft de jury de 10 nominairen. Menno Landstra is een van die gelukkigen. En hij is nominair voor zijn art director work voor de tijdschriften Quote en Helden. Maar Landstra docht nog volle meer. Kan je als eerste daar tegen die muur gaan zitten, op de tweede stoeltje? Ja, kun je gezicht nog iets die kant op draaien? Oké, komt ie. Wacht even, iets sneller. Art direction is dat je de vorm bepaalt van bijvoorbeeld een tijdschrift. Kijk, heb eens. Ik ben een jaar ad interim art director geweest van Helden en Quote, twee tijdschriften. Eentje over sport, de andere over zakenmensen. En je zit dan in een redactievergadering, daar wordt een onderwerp bepaald van wat er in het komende nummer komt. En jij bepaalt dan hoe dat vormgegeven wordt en hoe dat gefotografeerd wordt. Ik denk dat er eenvoud in moet zitten, dat het herkenbaar moet zijn, dat het begrijpbaar moet zijn, dat het sober moet zijn. Tenminste, dat is waar ik van hou. En er moet zoveel ruimte in zitten dat je... We maken natuurlijk halffabrikaten qua beeld. Er moet ook nog een kop in, er moet een broodtekst in, er moeten paginacijfers op. Dus er moet ook zo in elkaar zitten dat je nog elementen kan toevoegen zonder dat de boodschap verloren gaat. Zeker bij Quote, een tijdschrift, een zakentijdschrift, wat op het randje zit van goede smaak en scherp is. Zijn er natuurlijk een hoop mensen die daar eigenlijk niet in willen staan. En juist dan is het heel erg lastig om toch origineel en goed beeld te vinden of te laten maken. Het verhaal is eigenlijk vrij simpel. De redactie vond het interessant om te kijken of er een Joods zakennetwerk is in Amsterdam.
Nou, het is natuurlijk een gevoelig onderwerp. Ik heb zitten nadenken erover en ik dacht, als we nou het vrij letterlijk vertalen, bestaat er een netwerk, bestaat er een web, laten we een spinnenweb maken waarbij het hart niet bestaat uit een ronde cirkel met een spin, maar uit de Davidster. Als we dat boven een vage plattegrond van Amsterdam plaatsen en dan vormt de schaduw van het web een vorm op de grachtengordel. Dat stuit op enorm veel verzet van de schrijfster van het stuk. Op het allerlaatste moment heeft de uitgever besloten om het toch te censureren en het beeld mocht niet geplaatst worden. Ik moest maar wat anders maken. Er was een bankier die op de Engelse beurs heel veel geld heeft verdiend. Miljoenen, miljoenen, miljoenen. Loaded was die, zoals ze in Engeland zeggen. Ja, het is eigenlijk heel associatief en eigenlijk vrij simpel ook, vind ik. Hij kwam uit Friesland. Hij beroepte zich op de eenvoud van zijn Friese afkomst. Nou, ik vind een mooi element wat je daar kan laten zien is een Fries paard. Dat herkent iedereen. Bovendien is het is een machtig mooi beest. Majesteus, dat past ook voor zo'n prachtig klassiek gebouw daar. En die tegenstelling, een paard in zo'n gebouwde omgeving, dat levert een interessant beeld op. En je ziet de spanning in de ogen van dat paard. En je ziet dat die man het ook vreselijk ongemakkelijk heeft achterop dat paard. Nou, dat ongemakkelijke, dat vond ik nou net mooi om in die foto te hebben. Waarom? Je haalt zo'n man uit zijn comfortpositie. En dan kijk je echt bij hem naar binnen toe. Dan zie je die echte man. Dan zie je dus niet die miljonair die zogenaamd in zijn mooie pak achter zijn bureau zit. Met een tijdschrift, je hebt een bepaalde hoeveelheid informatie en dat moet je zo ordenen dat er iets moois ontstaat. Of dat nou een platte vlak is of in het ruimtelijk vlak, is niet hetzelfde. Het is een andere dimensie. Maar het ordenen van een grote groep gegevens en daar iets moois mee maken is in de kern voor mij hetzelfde. Een voorbeeld is dat ik tuinen ontwerp. Je schildert daar niet met foto's, maar je schildert met groen, met planten, met bloemen. Dit is een tekening van een tuin die ik in het buitenland aan het maken ben. Hier staat een grote villa. Dit is de straat aan deze zijde. En daar wou ze een soort hekwerk maken. Dat vond ik heel lelijk. Dus dan heb ik voorgesteld om een buxusklauw te maken. Dus een hoge haag van geknipte ronde buxus. 1,90 meter hoog. En het wordt dan doorsneden door een hele harde poort. Waardoor je zacht en hard combineert in één ontwerp. Nou was plantjes en tuinen altijd al een enorme hobby van me. Toen heb ik die tuin ontworpen en aangelegd. En sindsdien lopen er af en toe mensen door de tuin en die zeggen van, wie heeft die tuin gemaakt? Nou, dan moet je dat ook maar bij ons doen. En zo is dat een beetje gekomen. Dus ik werk nu aan twee tuinen hier in Friesland en een tuin in het buitenland. De afsluitdijk is eigenlijk te laag, moet verbeterd worden, moet veiliger gemaakt worden. Aan de hand daarvan heeft de provincie Friesland mij gevraagd om te kijken wat de effecten zijn van die ingrepen op de afsluitdijk op het aanlandingsgebied. En welke ambities van de provincie zelf dan misschien tegelijkertijd gerealiseerd zouden kunnen worden. Dus ik heb een inventarisatie gemaakt van de huidige situatie en de ambities van de provincie. Wat ik heb proberen te doen is een aantal probleemstellingen in elkaars verlenging te liggen. Wat doen we met de economie? Wat doen we met de recreatie? Wat doen we met de natuur? Hoe kunnen we het zo organiseren dat we niet tegelijkertijd een natuurgebied of een recreatiegebied positioneren op een plek waar iemand anders een groot windmolenpark neerzet? Dat werkt niet. Hier krijg je op de grootst mogelijke schaal ten opzichte van een blaadje maken de problematiek van het ordenen van grote hoeveelheden gegevens en daar een soort hiërarchie in aanbrengen. Die materie is eigenlijk hetzelfde als dat je een blaadje maakt, alleen de schaal is heel anders. Ten tweede is het niet alleen ordenen van problemen, opgaven, maar je moet er ook nog een soort schoonheid aan geven, ook een soort esthetiek aan geven. De ruimtekwaliteit in Friesland is hoog en je wil eigenlijk die hoger maken daar waar die aangetast is. De publieksprijs 2011 is der mij woen terug. Ik doe het gekke eens, dan moet je meer ik. Bloedborn van Burgum. 18 juli? Ik gek. Echt weer? Dat betekent dat wij dezelfde dijk geboren binnen.
Dat betekent dat wij bloedbroers werken. Nou, Teun en Rieneke, de Gurbe der Gurbes, nevens mij. Ja, dit is de Gurbe der Gurbes. En dit had ik voor het zijn toen we begonnen. Ja. Van hadden we een Gurbe winnen meien, dan mag het de publieksprijs werden. Want daar is waar we uiteindelijk het stik, de vaststelling van Makka gaan. De Gouden Gurbe van de beste voorstelling van het Dierbeloftseizoen 2011. Is voor lang en gelukkig. Lokweeske, Caro. Dankjewel. Eerst in twee gurbes. Ja. Eén voor het beste Ierpeloft en één voor de beste bijrol. Ja. Oh, dat zou je de prins en assepoester net hebben. Sst. Roel Tichelaar zijn rol als lakai wie goed voor een gouden gurbe voor beste bijrol. Ik vind ons eigenlijk een beetje de underdog altijd. En daar ben ik eigenlijk super trots op. Dus ik had helemaal niet verwacht dat we wat zouden winnen. En, waarom de underdog? Nou, gewoon, we waren de enige Nederlandse en we hebben het gewoon met niks opgebouwd. En we hebben een onwijs lastig repetitieproces gehad. Dus ja, vandaar eigenlijk. Met een happy end. Laat mij gelukkig. Hotjee! Een mooie fles wien. We drinken hem op en daarna smieten we de fles voort. Altijd een beetje mais zet in een glasbak natuurlijk. Maar in Arnhem zit een jongen, Klaas Kuiken. Hij komt oorspronkelijk van Snits. Die is ontwerper en die heeft wat betocht om wat maar die lege flessen te doen. Hij blaast ze op en ze ontstaan er helemaal naar je vormen. Nou, dat ontwerp is hot ze binnen net om te slepen. Anje Veenendaal zocht hem op in Arnhem, want daar werkt er in een oude kazerne. Nou, dat zijn de oude flessen van restaurants. Normaal de Italiaanse restaurants. Die gebruiken dit als consumptiewijn. En nou, ik vind eigenlijk de fles eigenlijk al heel mooi. En dat wordt normaal wat het voortgooit in een glasbak. Terwijl het eigenlijk een heel duurzaam en functioneel materiaal is. En dat vind ik er zo mooi van. Dus ik dacht, hoe kan ik deze flessen eigenlijk upgraden? Nou, en eigenlijk een designobject zodat het weer een hele mooie waarde krijgt. De 22-jarige Klaas Kuiken groeide op in Berlsum, maar wennet en werkt nou in een oud kazerne in Arnhem. In zijn atelier experimenteert er met technieken om te maken wat er wil. Het giet hem aardig voor de wien. Zond hij verliezen hier al studeren aan de Kunstacademie in Arnhem, exposeerde er al in New York, Beijing en Macedonië. De oplaarste flessen winnen zijn grootste succesnoemer. Ik word dus echt, alleen maar, dus echt die hele, die, dat meesten precies zeggen wat het is. Het is gewoon een fles, maar die hals erom en die bodem. Dus toen dacht ik, dat mag ik zelf ook wel kennen. En die glasmeesten die zei, ah nee, dat lukt je nooit, want dat ben wel het een moeilijk materiaal en dat lukt hier niet. Nou, dus toen dacht ik, ja, voor mij mag het me wel lukken. En dat vind ik juist leuk om de dingen te onderzoeken van, hey, hoe zou ik dat doen en hoe maak ik dat nou aanpakken? En dan heb ik al redelijk wat achtergronden van elektrotechniek en werktuigbouwkunde. Zodat ik al wat van techniek, zeg maar. En dat is dan super handig. En toen heb ik dus een soort keramiek overkocht en mijn eigen blaas technieken betocht. Zodat ik dus ik blaas ik net mooi mijn moelen, maar mooie compressors en een langere druk. En dan zei ik dat al heel, heb ik bijna een formule van maken hoe ik dat dus kan doen. En nou, dokter, dat is nou maar zo'n soort formule. Is het nou een toevalstreffer of is het kunst? Nou, het is sowieso geen kunst. Want kunst, het is kunst is iets wat enkel stuks en uniek. En dat is uiteindelijk ook wel uniek, maar ik reproduceer het wel. En, dus en toevaltreffer is het ik net, want ik weet precies wat ik doch onderhand. Dus het is nou gewoon, design heet dat dan, mooi wordt. Net alle slagger. Zo heb ik natuurlijk mijn eerste proeven en
ik noem het wat misbaksels, maar ze hebben natuurlijk wel wat kwaliteit. Maar er is een verkeving net, want er zit heel veel spanning in het glas. Dus als het dan een keer goed maar heat better zoals de afspelen hier, dan kan het best wel wijzen of misschien een jelly letter. En dit is bijvoorbeeld de heat west en dan zakt die in. En dat zijn al van die dingen die je moet leren, zeg maar. Terug de verkeer van zijn producten kan Klaas Kuiken libje van zijn werk. De flessen gaan via internet de hele wereld door. En ze zijn echt de keer in een designwinkel in Arnhem. Maar het commercieel denken kwam heel stadig aan. Ik ging mijn eerste expositie en toen wilde ik de meesten, oh, wat kost dit eigenlijk? Want ik wil wel wat kopen. En toen dacht ik, ja, weet ik eigenlijk net. Toen vond ik al heel raar dat mensen het überhaupt hebben worden, zeg maar. En door iets puur van mezelf, wat mij interesseert en wat ik graag wil laten zien aan de meesten. En dan zie ik dan wel of mensen het überhaupt willen kijken. Er was vandaag nog wel een mevrouw die deze wel heel erg mooi vond. Ja. Dus misschien dat zij nog wel terugkomt. Oké. Maar toen zei ik, ja, als je dan een bijzondere wil, dan moet je deze kiezen. Ja, uiteraard. Want die is gewoon veel groter, mooier. Hoe zijn de reacties van klanten op de flessen? Ja, heel goed. Ja, wordt heel leuk op gereageerd. Vooral omdat hij het natuurlijk zelf maakt. Hij heeft een eigen machine ontwikkeld waarin hij die flessen maakt. Dus dat gaat heel goed. En mensen zijn daar heel enthousiast over. Plus het is natuurlijk een hele mooie kleur en het is heel erg herkenbaar. Waardoor mensen toch snel overgaan tot een aankoop. Kijk, ik vind het eigenlijk wel mooi. Ik vind de gelaagdheid in die dingen wel mooi eigenlijk. Mijn nieuwe favoriete kleur is ook groen, dus dat komt ook mooi uit. Ik weet niet zo snel of ik het zou neerzetten in mijn eigen huis, dat weet ik niet. Heb je een idee van hoe het gemaakt is? Denk je daar dan over na als je het ziet? Ja, ik zat er inderdaad over na te denken. Ik vind glasblazen altijd heel interessant. Maar ik kan me niet heel goed voorstellen hoe die dit heeft gemaakt. Zie je de herkomst? Ja, de oude flessen, denk ik. Maar het lijkt glas, klopt dat? Het zijn originele wijnflessen. Ja, wijnflessen, ja. Ja, ik vind het wel leuk om dan de achtergrond van te weten. Ja, dan heeft het net iets meer dimensie. Klaas Kuiken had nog een soort innovatieve ideeën in zien hollen. Daar hebben we grif de komende tijd meer van. Dit hier is het op een kop af 1200 jaar verlien dat de Universiteit van Frenscher haar dwaren sluiten moest. Museum Martena en Tresor hebben nou een dubbel tentoonstelling hierover maken. Kern van deze expositie is een heel het boekje dat bij toeval ontdutsen waard in de Bibliothèque Nationale de France in Parijs. Maar de meeste mensen die rennen hier om voorbij. Hè? Wat missen die? Ja, dat kan je bepalen wat een oor mist dat hier om voorbij rent natuurlijk. Hè? Die historische sensatie, maar dat is een kwestie van natuurlijk, als je dat net in een holle bedenken kennen wat het is, dan denk je dat wel voorbij, ja. Een historische sensatie. Hier hoor je Bielstra doet er de eerste catalogus van een universiteitsbibliotheek van Frenscher onder eigen kriegen. Een boekje uit 1601, waarvan ze het bestaan eerst niet eens afwisten, maar via internet erachter kwamen dat de Bibliothèque Nationale de France in Parijs drieën hier. De catalogus zou net alleen nog antwoord gaan kennen op de vraag hoeveel boeken er winnen, maar ook hoe ze door de steeds in de kost opsteld staan. Eerst was het een tredje, dat betekent dat in kosttredje zit, boppen te planken, eerste boek. We zijn al van zo het echt voor klapje. En het klappert, verserveert dat in die andere boeken dat ze natuurlijk steert, klappert dat precies. Echt weer een sensatie. Frenscher hier verneemde universiteit die oprichtte waard in 1585 om in eerste instantie dominees en bestuurders op te leren. De waard doseert in de godgeleerdheid, ruchten, letteren, geneeskunde en filosofie. De professoren waren goed in hun vak, maar ik wel een soortje ongeregeld. Ze mochten willen zien en ze vochten ik wel. Dat zie ik beschreven in de boeken die er omgaan. Ja, het waren heel gewone meisjes, uiteindelijk. Ook de studenten konden er wat mooi. In dit boekje staat beschreven dat Pieter Stuyvesant van de universiteit aarskopt waard.
We weten niet precies wat, maar waarschijnlijk heeft het iets met schulden te maken gehad. En hij is naar de West vertrokken en daar heeft hij zijn fortuin gemaakt en daar kennen we hem allemaal van. Maar uiteindelijk is hij begonnen in Franeker op de universiteit. Ja. Dit is de Bocht van Guinea. Hier van Oosten studentencafés is de Bocht van Guinea. Hier kwamen professoren en studenten bij mekaar om een borrel te drinken. Maar wat vaak uit de hoorn en ze mekaar geregeld de tint uitvochten. En het bijzondere van deze Bocht van Guinea is nou nog steeds, year to day, dat alle Friese studenten die aansluiten binnen bij een Friese groep van studenten in Nederland, hier tussen Christ en Atenij bij elkaar komen en dan hun symposium horen. Dat is nog van Uditiet? Dat is van Uditiet. Je moet niet aan duizenden studenten op één keer denken, maar nou ja, 100 woonden hier wel. En je hoorde heel veel Latijn op straat. Want het waren niet alleen Friese of Nederlanders die hier kwamen studeren. Maar bijvoorbeeld ook Hongaren of Duitsers of Fransen. En ja, je moest een beetje zoeken naar een gemeenschappelijke taal. En dat bleek het Latijn te zijn. In de universiteitsbibliotheek stonden de boeken aan het ket. Oorswit net vertrouwd. Er was een zoon van een professor. Professor Amama. Die een zoon en die had ongeveer 100 boeken stellen. En die had het presteerd om de ketten van het boek uit te slopen in de bibliotheek. En een groot part van de ketten achter de lambrisering, daar staat het beskreun in de stikken, verstoppen hier. Net alle ketten hadden daar verstoppen. En ze hadden uiteindelijk bij hem in een hoes een stuk of zo'n boeken weer omvallen. Maar de rest van de boeken hadden al trof verkocht. Toen liep er nog een persoon van de universiteit naar Amsterdam te gaan, want het werd hier dat er derde boeken verkocht hier. Maar die had niet weer omvallen in de kent. En dat weer een grote omslag voor de bibliotheek, dat er zo'n protoboek op die manier eruit hadden weer. Deftige heren wien dus net alle jaar, maar de meesten wel goed in hun vak moesten aannemen. Ze mochten graag een slokje en stien ik wel eens dronken voor de klasse, zoals deze Metzius. Maar hij wie wel populair. De Franse filosoof Descartes studeerde een schofke bij hem. Descartes is echt voor hem naar Franeker toegekomen. En het verhaal gaat dat de filosofie van Descartes, je pense, dus ik ben, ik denk, dus ik ben, dat die hier in Franeker ontstaan is. Dus nou ja, mooier dat is een prachtig verhaal. Ja, dat is een mooi verhaal. Dat moeten wij geloven. Tuurlijk moet je dat geloven, ja. Je hebt hier het Sjaardema-slot. Ja. Dat is het Sjoekelon nou? Dat is het Sjoekelon, waar de PC elk jaar plaatsvindt. En dan loop je hier de Vijverstraat in. Ja. En daar vind je dan de hoofdingang van de universiteit. En met hier de Academiekerk. Iedereen die naar binnen gaat bij een universiteit, leest als eerste het motto van de universiteit. En dat wie in deze trein worden. Voor Christus en de kerk. In dat witte gebouw is ik de universiteitsbibliotheek is dat west. Wat je nu ziet dus in Tresor, die boeken ben op een gegeven moment in 1811 of na die tijd al hier naar Ljouwen. En die boeken die je daar nu ziet, die komen oorspronkelijk hier dus in de universiteitsbibliotheek waar. Achter de bibliotheek weer de snijkamer, met lieken die op een snijdwaarden om de studenten te leren hoe het menselijk lichaam in elkaar zit. Maar de gewone friendshitter mocht er ik graag komen. Elk onderdeel van het lichaam wat uithellen waard, dat we aan toont en besprutsen en trojoon onder het publiek, dat ze het al hier goed bestuderen konden. En dat kan krijg zo lang terug, dus dat het hele liek ontleed weer. En de coletter dan kon ze dat prepareren van dat die skeletten hier ik steen. Dat vindt die Frensjes daar ik steen, skeletten steen er ik. En die werden dan prepareerd dat dus dat dan ik als studieobject broeken kon. Dit weer echt fout gemaakt. En ik heb wel jet en wel lezen ik dat er altijd een grote belangstelling voor wie. Vooral in de wintermaanden wie natuurlijk net zo veel te dwan dan in de stad ik. En dan kon ze hier tenminste heen gaan. In Friesland gaat de tentoonstelling benamen over het studentenleven in die tijd. En de portretten van de professoren hingen er al hier. Het is een fantastische collectie. Als collectie is hij heel bijzonder. Het is waarschijnlijk de oudste collectie professorenportretten in Nederland. Ouder nog dan die in Leiden. En dat maakt het zo ongelooflijk bijzonder. De tentoonstelling in Tresor gaat over de Universiteitsbibliotheek van 1601. Na een week komt er een boek eruit.